te houden. Vrije trap. Belangrijk moment. In minuut 8. Schöne gaat hem trappen over de muur. En goal voor Ajax. Hetzelfde gebeurt. De bal wordt over de muur heen gekruld. En Schöne schiet Ajax al vroeg in deze wedstrijd een voorsprong vermeerderd. Oh, oh, oh. Zo'n mooie dag. Maar het mocht niet zo zijn dat deze burger hier dat zit te zien. Tja, wij Rotterdammers balen nog wel eens. Het zit niet altijd mee. Maar met een hoofd verbogen tot de grond is het ook allemaal uitzichtloos. Zit je nou te praten? Ja, pak me eens. Wat moet jij? Nou, ik ben ontsnapt uit de schelpencollectie van het Natuurhistorisch Museum. Daar ben ik al in 1939 terechtgekomen als geschenk. Een cadeau van Stichting Bevordering van Volkskracht. Omdat zij graag Rotterdammers steunen met het liefdevol plan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de burger te bevorderen. Centen op de juiste plek genereren daadkracht voor Rotterdammers die fantaseren over manieren om elkaar te kunnen verheffen. Zoals jij mij van de grond. En nou zie ik jou zitten te balen, dus is mijn voorstel: neem jij mij mee, leid ik jou de weg. Ooit kwam ik hier van water ten land, net als Willem Simon Burger, de man die in 1923 de stichting oprichtte met zijn in de haven verdiende vermogen. De haven, het hart van de stad, waar het Maritiem Museum door Volkskracht steun jongeren de kracht van handwerk blijft laten inzien. Ik zag door een open deur, het was geen normaal houtvuurtje, want een houtvuurtje ken ik wel, dit was echt een kolenvuur. Ik had eigenlijk nog nooit zo van dichtbij eentje zo gezien. Ik was eigenlijk wel heel erg geïntrigeerd daardoor. Het is te veel om op te sommen. Spijkers, hamers, stangen, bijlen, beitels, harken, schoffels, tuinstoelen, kaartenstandaard, flesopeners, kasten, kisten, klinknagels, hekwerken, fokoverslagen. Iets keihards omzetten naar iets boterzachts. Ik wil laten zien dat het spannend is en heel interessant en magisch om met je handen te werken. Tussen het constructiewerk van de stad, de constante verandering, is het bijzonder dat er een plek stilstaat in de tijd. Dat had ik als kind. Als ik dan bij vriendjes ging spelen, ja, die hadden ook Perzische kleedjes op tafel en krakende vloeren met linoleum en weet ik wat allemaal. En dan kwam je weer bij opa en oma. En ja, dan stapte je in een tijdmachine. Dat was volslagen anders. Zeker na de Tweede Wereldoorlog. Toen, ja, Nederland was grauw en arm. Iedereen moest zich weer herpakken. En je komt hier binnen. Ja, dat is wel een tijdmachinegevoel. Als je in Rotterdam woont aan de haven, dan zie je heel vaak van die meeuwen die een beetje in de lucht hangen en zweven. En als ik voor dat schilderij lag, dan keek je natuurlijk van als kind op je buik naar boven toe. En die meeuwen zag ik ook in mijn fantasie af en toe ook. Net zoals die meeuwen in de haven zag je bewegen. En mijn fantasie ging dan aan de haal dat die meeuwen ook zweefden. Teruggevonden en aangekocht door Stichting Bevordering van Volkskracht kwam dit schilderij weer op zijn originele plek. Geen wonder dat men in Rotterdam zo van water houdt als je grootste vijand ooit eens vuur was. Bij de buren verderop, het heggetje langs, vind je iets heel bijzonders. De brand van Rotterdam, geschilderd door Chabot in 1940. Een zomers polderlandschap met een hemel van rook en vuur. Ooit kwamen hier twee oude mensen, zo oud en fragiel dat het museum twee stoeltjes voor ze heeft neergezet. Ze hebben toen voor uren in stilte gezeten. De herinnering was hen bekend. Ja, ik denk dat zij de schilderijen afmaken in hun eigen hoofd.
De onderste helft geeft me wel rust, maar de bovenste helft is ook heel herkenbaar voor je eigen leven, dat je soms gewoon niet weet wat er gebeurt en dat je heel graag wil weten wat er achter de rookwolken zit. Dus dan maakt het niet uit of je jong bent, oud bent, er wel bij was of er niet bij was. Om te voelen wat voor gevoelens er geprobeerd zijn op een fysieke manier te bewaren. Hoe is de stad? Daar gaan we. Zijn eigenlijk niet meer. Dus er is zo'n hele eigenlijk ideale stad in het hoofd van mensen die verloren is gegaan. Dus ze hebben een gemis daarvan. Ze missen iets wat ze nooit hebben gekend. En dat is een soort fantoompijn, hè? Alsof je nog het been voelt wat ooit is afgezet. Ik kan die stad veranderen. Ik kan die stad beter maken zoals ik dat wil. Wie wil ik nou zijn in die stad? Hoe wil ik mij verhouden tot die andere Rotterdammers? Dat is heel groot eigenlijk, maar ook op het allerkleinste niveau hoop ik dat het met bezoekers doet en met de jongeren ook. Van je hebt een rol te spelen. Je kan een verandering, hoe klein ook, aanbrengen. Dat zit gewoon in jezelf, dat hoeft niet heel groot. Kon iedereen maar veilig in zijn schelp kruipen? Was oorlog maar nooit een werkelijkheid? Geen stad ooit plat? Hoefden we maar niet te missen waarvan we niet wisten wat? Het Hofplein, dat kent iedereen natuurlijk. Zijn ze een nieuwe stad op aan het bouwen. En nergens meer water, hier was overal water. Al het puin is erin gestort. Ja. De collectie moet natuurlijk wel zijn grens hebben. En onze grens is gewoon dat het de tijdsgeest moet laten zien. Het moet een tijdsbeeld zijn. Niet zomaar iets, maar iets wat hoort bij de tijdsgeest. Ik bedoel, de plastic koffiekopjes die nou niet meer mogen omdat ze papier moeten zijn. De heliumballonnen, een lachgascilinder, bij wijze van spreken. Sommige dingen bekijk je en dan denk je, ja, dat moet toch gewoon bewaren. Dat kan ik toch niet zomaar in de vuilnisbak gooien. Dat moeten andere mensen toch ook kunnen zien. En ja, het is gewoon emotie. Ik kan dat niet anders uitleggen. Nou, hier hebben we hem. Dit is de Erasmusbrug. Die moest 2 maanden na de opening alweer gesloten worden. Omdat bij windkracht 6 en zware regen het brugdek slingerde. Je ziet hier het kleine galgje van de politieke print. Een tijdsbeeld. Yes, vergeten we niet snel meer. Rotterdam werd goed in bouwen. Zoals de wederopbouw ging, doen we het nog steeds. Repareren gaat hier tot in detail. Als mensen hier binnenlopen, als ik ze meeneem naar de restauratieateliers, dan is het eerst heel erg onderzoeken van wat gebeurt hier nou? Heel veel vragen komen bij ze op. En wat is die mevrouw aan het doen? Of wat is die meneer aan het doen? Dat krijg ik vaak ook weer van jeetje, het is wat. Cool hè? Dat er zo'n gebouw is en dat we hier alle beste technieken en mensen hebben, dat we die kunnen inzetten, dat het ook wel een privilege is. Dat is ook meer mijn eigen input die ik erin breng. Wederopbouw. Wederafbouw? Als dat woord bestaat, kunnen Rotterdammers daar ook wat van. Strippen, slopen, neerhalen. Kunstinstituut Melly brak haar ramen open omdat dit kansen bood verbinding tussen het museum en de straat te leggen. Kijk, voorheen, nee, dan zag je gewoon een gebouw, weet je wel, en je zag een bakstenen muur. En nu, dat hele activistische, dat is aan de gang momenteel. En dat kan je zo in één rijtje zetten met transparanten. Nou, transparanten is dat je ergens doorheen kijkt, nou, dan maak je ergens een gat in. Maar je zag het gewoon gebeuren dat iemand die door de straat fietste, die moest opletten dat hij niet iemand raakte, want die zat alleen maar naar links te kijken. En dat gebeurde door die ramen. Dus er kwam gewoon een soort contact vanaf de straat met wat hier binnen. Dat zag je gewoon gebeuren. En wat zijn we zonder straat? De wereld bestaat eruit. Hey schelp, alweer ontsnapt? Oh, jullie kennen elkaar al. Van de straat zeker. Zeg, waar zijn we eigenlijk? Superstraat! Ik denk dat Superstraat bestaat
omdat kinderen dan weten dat je kunst ook gewoon kan doen, zeg maar. Ja, ook kruiskade past in een museum. Ik vind dat ook, want in de supermusea kan je gewoon alleen maar naar schilderijen kijken en zo. Soms bewegen ze ook, maar in de superstraat kan je zelf ook dingen doen. Oh, de bal! Als kunst pretendeert schoonheid te verbeelden, moet iedereen zich erin kunnen herkennen. De urgentie van fotografie en van kunst in het algemeen is, geloof ik, het vastleggen van onze menselijke ervaring hier op aarde. En ik denk dat elke fotograaf daarin ook een soort verantwoordelijkheid voelt om niet alleen het verhaal te vertellen dat zij willen vertellen, maar ook het verhaal te vertellen van de persoon die zij portretteren. Het is fijn om die geruststelling te voelen wanneer je zelf door een moeilijke periode heen gaat en ergens werk ziet dat daar een spiegel voor is. Herken je jezelf? Vastleggen van verdriet vind ik daarin bijna een soort element dat niet kan ontbreken aan de kunsten in het algemeen en fotografie in het bijzonder. Als je een soort geïsoleerde ervaring zou hebben hier op de wereld, dan kun je je ook nergens toe verhouden. Dan kun je ook niet, dan weet je ook niet of je op het juiste pad bent, ja of nee. Rotterdam mocht misschien zijn wegen kwijtraken, maar dan tenminste niemands identiteit. Als je hier door het gebouw heen loopt, dan word je eigenlijk constant op het verkeerde been gezet. Dan moet je weer een hoekje om, dan moet je weer een hellingbaan af, eentje op. En al dwalend door het gebouw is ook echt zo ontworpen dat je niet van de ene ruimte in de andere belandt. Dus eigenlijk is het constant een verrassing. Ik ben hier zo. Je kan niet zeggen dit is de voorkant van de kunsthal of dit is de achterkant. Ja, dat brengt je gewoon nieuwe perspectieven die je misschien niet, waar je niet naar op zoek was, maar die je wel hebt gevonden. Dan denk je, hé, dit kende ik niet, maar het heeft wel mijn wereld verrijkt. Hey joh, het is hier zo. Je bent daar, hey joh. Oh, daar zo. Schelp, ik geloof dat we er zijn. Zeker bij de verlichting. En ja, oké. Waar zou die zijn, hè? Tijd om terug te keren. Hé, hey, daar is hij weer. Middag, Kees. Doei, jongen. Kom even verder. Als je hier in het museum rondloopt, zie je eigenlijk bijna de complete aardse biodiversiteit in één gebouw. Van het kleinste mosje tot het skelet van een uitgestorven mammoet die opgebaggerd is uit de haven. Muurvarens van de Willemsbrug, prachtig gekleurde schelpen, vlinders, insecten, fossielen. Het is altijd weer verbazing die toeslaat bij iedereen. Over de veelvormigheid en de diversiteit van de natuur. Dan moet bij iedereen denk ik wel het kwartje vallen dat de natuur een onderdeel is van alles en iedereen. Zelfs hier in Rotterdam. Bedankt, Schaal. In 1939 ging de oude Rotterdamse diergaarde failliet. En Volkskracht die kocht de verzamelingen die ze hadden. En die schonken ze dus weer aan het museum om weer een plek voor te geven. Tussen die schelpen zat een hele bijzondere, de Pleurotomaria rumphii, de miljonairsschelp. Die schelp is gebruikt in 1897 om deze soort schelp te beschrijven. Het is het holotype van deze diersoort. We zien hem eigenlijk weinig en als er dus belangstelling voor is en een speciale gelegenheid, zoals nu met Volkskracht, dan halen we deze schelp heel graag uit het depot om hem te laten zien. Thank you.
ze er heel veel natuurlijk gaat schieten met zijn linker, maar wordt geblokt, krijgt er wat onder bij Aljon.